Oh, we zullen het zien. Over enkele ogenblikken zijn ze boven. Kijk eens hoe hard Trisha nou in één keer gaat. Stil ons het net. 9 en de 10. Ik kan niks doen. Oh, wat heb jij nou weer gedaan? Hé, hey, schat, je bent al niet zo dom als je eruit ziet. Zei ik het toch, mama? Hallo allemaal, leuke kijkers, nieuwe vlog of cool life. Ik vraag aan papa als ik vandaag de baas mag spelen. Papa! Papa! Pap! Trisha, wat ben je aan het doen? Krietelen. Ja, je moet wakker worden. Waarom film je? Om ik wil de baas spelen vandaag met de kijkertjes. Mag dat? Ik weet hoe laat het is. Mag dat, papa? Ja, nou, omdat jij mijn engeltje bent, schat, mag jij vandaag de baas spelen. Want papa moet wel eens even wakker worden, hè? Kijk, dag, lieve kijkertjes. Goedemorgen. Nu eruit, papa. Ik ben de baas. Ja, ik kom al. Ik kom al. En als we de finish klikken, zijn we klaar. Nou, Bas, wat gaan we nu doen? Ik ga nu wat koekjes meenemen voor onderweg op de fiets. Oh, dat nog? Je gaat ook nog een snoepkast plunderen vandaag. Het is genoeg, we gaan met de fiets naar Bloren. Met de fiets? Met de fiets. En jullie gaan achter hem aanlopen. Dit is best genoeg. Zo, we gaan naar Bloren. Mag ik mee? Ja, met de fiets gaan we. Jee! We kunnen onderweg wat snoepjes geven aan elkaar. Dat is lekker. Zo gezond, sportief zoals ik ben, heb ik helemaal geen fiets. We hadden wel fietsen, maar die stonden maar een beetje roest te eten. Dus hebben we die fiets op een gegeven moment weggedaan. We hebben ook een scootertje, maar ja, die staat ook een beetje roest te happen. Dus ja, ik ga maar lopen. Ja, mevrouw wil fietsen, dus dan gaan we fietsen. Tenminste, zij gaan fietsen. Kan het hier nog herinneren of niet? Naar de speeltuin waren. We waren bij de speeltuin toen ik de stoute moeder was die het deed. Dat is één straat hier verder, maar kan je dit herinneren? Dit huis hier? Waar die rolluiken omlaag zitten met die lantaarnpaal. Ja, die waren om juist. Dat is ons huis geweest, daar hebben wij gewoond. Daar, andere kant, Jason. Daar, aan die kant van de straat. Eerder rijtjehuis, daar hebben wij vroeger gewoond. Even klein maar, hè? Toen jullie klein waren, jullie zijn 8. Toen waren jullie ongeveer een jaartje of 4 dat we hier verhuisd waren. De eerste 4 jaar van je leven heb je hier gewoond. En daarna gingen we nog een huis wonen waar we nu wonen. Daarna zijn we inderdaad verhuisd waar we nu wonen. Ja. Ja, baas, wat is er? Ga ik niet een mokken helpen? Lekker makkelijk, hè, als papa. Wow. Dit is niet makkelijk. Om naar boven te fietsen. Ik zag het fout gaan. Oh, ik heb al een beetje honger. Succes, hè? We zijn nog bijna. Nog niet helemaal. Wacht, we gaan hier even stoppen. Dank je wel, baas. Nee, jij niet. Oh. Oké, okay, je mag dan. Ja, dank je wel. Ja, bedankt. Moet ik ermee? Wacht, gooien, ik ben de baas. En we gaan nu weer verder. Nou, dan zijn we er. Wat nu? Terug naar huis, baas? Nee. Ben je ook wel de baas vandaag? Wie is de baas vandaag? Dus ja. Wie is de baas vandaag? Dus ja. Dus, wat gaan we doen? Hier naar binnen? Oké. Okay. Maar dat is spelen. Dit is klimmen.
Ja, loop maar. De klimafslag. Hij is dicht, dat is jammer. Er staat een heel groot uitgangsgat. Ik zit eigenlijk een keer op tegen. Hé, hey, daar is mama ook. Hé, hey mama, ik ben vandaag de baas. Ben jij vandaag de baas? Ja. En ik zei achter waar we kan klimmen. Met ja? Met jou. Ja, ik heb vandaag, tenminste, Jelisa zelf vlog vanmorgen gestart. Die lag naast me en die zei, joh, ik wil de baas spelen. Had de camera zelf gepakt. Dus, maar goed, ik had je al gebeld, maar maakt niet uit. Dus we gaan klimmen. Kom. We gaan klimmen. We gaan klimmen. Kom, we gaan klimmen. Nee. Durf je erop? Is het niet te hoog voor jou? Ja. Ik ga niet mee, hè, baas? Met kettlebelljes is het wel. Dit verzuim ik even. Filmen. Ja, ik ga wel mee te filmen en ik heb zelfs iets wat je kan vastmaken op je hoofd. Ja, dan kunnen wij gaan zitten, dan kunnen wij naar jullie kijken, ja, hoe jullie dat doen. Ja, ik ga daar. 3, 2, 1, go! Kom Jason, kom Jason! Zusje sneller! Ja, goed zo! Je moet naar boven Jelisha, niet naar beneden! Je moet naar boven! Zo, ja, 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 ja! Ja, hier vastpakken. Ja, goed zo. Ja, ja, ja. Hey. Als je nou deze pakt en die is makkelijker vast te pakken. Jason is al zo boven, schat. Kom. Kom, schiet op. Ja, ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, ja. Goed zo. Oké. Okay. Ja. Goed zo, Jason. Je hebt bijna gewonnen, jong. Doe maar rustig aan, want het zusje duurt nog wel eventjes. Ja, nou heb je hem. Nou heb je hem, Jelisha. Nou heb je hem. Goed zo. Ja. Nou heb je hem, Jelisha. En Jason heeft... Oh, Jelisha gaat wel sneller hoor, Jason. Je moet het handje aanraken, het handje aanraken. Tik het handje aan, dan heb je gewonnen. Goed zo, Jason, je hebt gewonnen. Je mag naar beneden springen. En vasthouden. Ja. Wait, hoe hebben ze dat dan net laten zien op de video? Jammer, schatje. Heel jammer. Maar misschien dadelijk, dat je dadelijk gaat winnen. Wil je een andere doen? Ja. Dit is net Super Mario. Hey. Nee, nog een keertje. Pam 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 ta da 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 ta da. Het ziet er makkelijk uit aan de buitenkant, hè? Ja? En dan gaan we nou meters maken naar boven, schat. Je moet eigenlijk gewoon stappen, dat is makkelijker. Gewoon recht staan en doorstappen. Het is vooral je evenwicht bewaren. Papa! Goed zo, schat. Oh, je bent aan Tetrissen. Dat is ook leuk, was ook van Nintendo vroeger. Ik ken alleen het liedje van Tetris niet meer, dus sorry mensen. Wat is dit nou? Ga je niet verder? Dat kleine meisje net, dat hele kleine meisje, die kwam helemaal tot boven. Ga je naar beneden? Serieus? Jason, dit valt me toch wel tegen van jou. Jason, dat meisje is een stuk kleiner als ik. Even nu, kom. Nee. Nee, wil je er weer af? Ja. Dat gaat zo niet. Je moet hier net op een winkelkarretje moet je inklikken. Nou, lieve kijkers. Jelisha gaat met de GoPro naar boven. Dit toestel. Met een haarband. Aan waar de doodknoller erop staat. Hoe, precies. Hoe hoef ik niet zo te klimmen. En dan kunnen we zien hoe jij dat doet. Nou, succes. Go Jelisha. Go Jelisha. Jij kan dat wel, eens, schat? Ja. Jij gaat wel even Jason. Maar Jason toch niet helemaal. Waar is Jason? En die was een halve week eraf gegaan. Dat is toch wel leuk. Laat je zien, meisje. Ze springt gewoon. Hey, high five. Ja, goed. Kijk, deze potje gewonnen. Veel plezier boven, hè? En we wachten en springen, hè, Jelisha? We staan een paar man onder je, hè? Ga even opzij. Ik weet niet, meneer moet even zeggen wanneer je gaat springen. Ah! Andersom, Jelisha, omdraaien. Durf je? Hoi, ah, kom eens. Een boogstap geven. Een boogstap. Maakt niet uit. Je zit aan het touw vast, schat. Je kan niet vallen. Ik vang je omhoog. Ja. Oh.
Oh, wow. Ja. Hey, wat staat er? Je hebt hem wel aangeraakt, volgens mij. Maar toch, hij pijn, je bent toch gedurfd. Oh, Tau heeft hem aangeraakt. Ah, ja, dat zeggen we maar niet, jong. He, ze hebben hem aangeraakt. Dat was echt eng. Wat was er eng aan dan? Met die omlaag vallen. Mag je dat verwachten? Ja, maar je weet dat ik je vast zit. Ja. Wat is dat? De Blacklight Tower. Mag je daar ook? Daar mag je ook. Maar we gaan eerst even naar Jason kijken, ja? Ja, hij zit goed vast, hè? Hey, je lijkt wel een bouwvakker. Daar gaat hij. En duur kunnen jongen dat op vallen. Heel goed. Wow. Jij bent zeker niet bang geweest? Nee. Nee? Maar je kreeg hem wel tegen je hoofd, toch? Kijk eens hier. Ja, hij kopte hem. Kijk, Jan, als je mij gewoon zien. Doe best de baas. Ja, toch een beetje hoofdpijn, hij kopte hem. Waarom mijn goed? Was je iets te enthousiast? Nee, nee, wacht, meneer, maak hem los, meneer, maak hem los. Oh, kijk eens hier. Dit jaar. Wat? Dit is een naam wedstrijd doen bij de rups. Die is dat? Nee. Dat is eigenlijk mooie tump. Kijk. Hé, hey, ziet er charmant uit weer hoor, dit. Zodra je loslaat. Nu je handen op de bos op je buik. Goed. Goed van Sal, hè? Helemaal naar boven, daar gaat hij. Dag Jason. Ja, je kan niet zwaaien, want je moet je handen vasthouden. Ja, blijf maar hangen, blijf hangen. Stil, stil hangen, stil hangen. Goed zo. Ja, inderdaad. Houd vol, is het dan bij 8? 9 meter. 10 meter, hoger dan dat gaat hij niet. Hé, hey. Ja, cool hè? Goed vasthouden. Dan ga je naar de 10 meter, hè? Goed blijven vasthouden, schatje. Nee, je hoeft verder niks te doen. Gewoon te blijven hangen. Ik kan dat niet, jongen. Kille, 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 kille. En dan gaat hij helemaal naar boven, naar de 10 meter. De 7 meter. 8 meter. 9 en de 10. Jee. Oké, okay, goed blijven hangen. Goed zo. Het is zwaar, maar het is de moeite waard als je boven bent. Gewoon naar voren blijven kijken, niks doen. Oh, nee. Helaas. Kom toch maar gewoon naar het zwembad. Heb je ook een glijbaan. 3, 2, 1, go! Oh, bijna gelijk. Jason, Jason. Janice, kom iets sneller. En Jason heeft weer gewonnen. 36. Hey, en dan gaat de schoen. Ja, nou wordt het moeilijk, hè? Want nou moet je omheen zien te klimmen. Probeer maar. Wat heb jij nou weer gedaan? Ik ben hard hier. Mooi. Nou, kijk dan maar uit voor de tweede keer dan, hè? Nou, Jason gaat de volgende alweer doen. Met allemaal ringen. Een soort twister, maar dan als klimwand, hè? Ja, maar dit vind ik ook makkelijk. Ja, is deze makkelijk? Ja. Moet je op die rode knop boven drukken, hè? Op de rode knop drukken. En springen maar. Heel goed, dat is abseilen. Dat lieten ze net ook zien in de video, hè? Goed zo, jong. En omdraaien. Goed. En benen wijd, hè? Ah, jij doet zo. Toen ik het zag, dacht ik, je doet zo. En dan ga ik iedere keer zo. En dan zo naar boven. Dan zet je hier je benen op. Maar hij klimt gewoon zo naar boven. Dan komt hij ook boven. Ja. Wat allemaal leuke kleurtjes. Lijkt wel kerstverlichting zo. Nou, deze is niet zo moeilijk, hè, denk ik. Heel goed, Tricia. En weer een toren gedaan. Nou, lieve kijkertjes, nu gaan jullie met Jason mee naar boven. Hij zit op Jasons hoofd en die gaat in dit speeltoestel. Kijk eens omhoog. Ja, goed zo. Succes, joh. Oké. Okay. En dan helemaal naar boven, hè? Ja, ja. Ik ben helemaal boven. Helemaal naar boven, ja. Ja, mag ik even een high five geven? Ja.
mag weer meteen afsnijden. En dan mag je boven een high five geven, hè, op de groene hand. Heel goed voor jou. Yes. Mooi gedaan, high five. Nu ben ik een andere. Ken jij het sprookje Sjaki in de bonenstaak? Nou, dit is de bonenstaak. Zie je dat? En jij bent Sjaki, dus jij mag erin klimmen. Wat is het, 10 punten? Als je alleen de bonenstaak gebruikt, is het 20 punten en 10 punten als je deze dingen erbij gebruikt. Dus de meeste punten houden door alleen de bonenstaak te gebruiken. Ga maar, Sjaki. Yes! Goed zo. Je kent het sprookje, hè, van Sjaki en de bonenstaak? Ja, maar ik ben heel goed. Nou, die had een doppert en die gooide hij in de grond. En er kwam een hele grote bonenstaak tot in de wolken. Nou, is de bedoeling dat jij tot in de wolken gaat klimmen, maar voorlopig staan we beide beentjes op de grond. Dus, ga je gang. Misschien niet echt op, hè, jong? Kom, kom. Moeilijk. Ja, goed. Ja. Ja, ja. Nou, Sjaki kwam in een sprookje helemaal boven in de bonenstaak. En dan kwam hij een hele grote reus tegen. Nou, die ga jij vandaag niet zien. Je geeft het op? Nou, dat is een kort sprookje dan. Het sprookje wordt langer dan gedacht, want Jesse krijgt het niet meer los. Hé, dan moeten we dadelijk naar huis. En dan blijf jij voortaan hier. Nee. Ja, ik krijg hem ook niet los. Ga mama! Geen mogelijk. Kan je mama wel los krijgen dan? Lani, dan krijg je Jesse niet meer los, hij zit vast. Oh, echt waar? Ja, ik krijg hem, die kan jij proberen. Oh, ik kan hem hier laten. Het is wel stil thuis, hè? Ja, Jason, tot ooit. Ja, hoi. Dag, schat, kusje. Nee. Ja, voor een hele dikke kus maak ik je los. Ja, mama. Het is wel een dikke kus. En dan moet jij kijken wat ik ga doen. Nee, ik krijg van geen mogelijkheid los, hoor. Ja, ik zou die vasthouden, dat is al makkelijker. Nou, dat is de truc. Klikken naar binnen, dan ga je. Ja, maar deze trekt zich naar boven, hè? Ja, maar daar heb ik op de mat staan met invloed. En daar heb ik meer kracht. Ah, zie je nou? Hé, schat, je bent al niet zo dom als je eruit ziet. Zeg het ook, mama. Oké, ja, deze klimwand is dus opgeblazen. Dus dan kan je gewoon ja, heen en weer. En ja, goed zit je, Lisha. Hij veert dus alle kanten op tijdens het klimmen. Auw. Gaat het? Oh, je neus. Die gaat vol tegen je neus op. Even kijken, Jason is wel boven. Jason vindt het wel makkelijk, hè? Maar Jason smokkelt wel een beetje. Want je mag niet klimmen zonder schoenen, jong. Oh. Oh, ja. Oh. Ik kan ook niet makkelijk makkelijker. Ja, precies. Ik zou fout te spelen. Ja, precies. Ja, het is moeilijker. Dan is ook eens een glad. Ja. Een beetje. En ik kan dat er van dat ding af. En dan kan je vallen, dus daar heb ik een moeilijke gedaan. Maar je moet nu je schoenen aan, je hebt wel gewonnen. Nou ben ik wel de baas, hè? Als ik altijd mondjes draai. Kom. Nee, draai. Hou op, Hé, maar dit is wel makkelijk voor thuis. Als je de dagelijkse niet de baas bent, koop ik zo'n tuigje, kan ik je overal mee naartoe nemen zo. Dan raak ik je nooit kwijt. Dan zeg ik, kom Julissa, kom. En dan gaan ze weer voor de tweede keer, de allerlaatste keer naar boven. Wie heeft er vandaag het meeste geleerd? Wie gaat het snelste? Is het Jason? Is het Julissa? We zullen het zien. Over enkele ogenblikken zijn ze boven. Kijk eens hoe hard Julissa nou in één keer gaat ten opzichte van net. Kijk eens, wat een snelheid. Hé, hey, zet de lampjes aan, zet van de schoenen. Jason. Kom Jason! En Julissa, je hebt de groene hand aanraken. Wie raakt als eerste de groene hand aan? Tegelijk! Was jij als eerste? Voor mij waren jullie tegelijk, of niet? Nee, ik was serieus de eerste. Baas, wie was de eerste? Mama, wie was de eerste baas? Ik, mama, ik klopt. Sorry, Julissa is de baas vandaag, dus zij was de eerste. Nee! Volgens mij was Jason het daar niet mee eens. Volgens mij vond hij dat hij gewonnen had, maar hij had ook echt gewonnen. Heb jij de broek van Jaden aan trouwens? Waarom heb je de broek van Jaden aangetrokken? Hij is zichzelf aangekleed. Hij is een beetje op water vandaag. Hey, weet je waar dat komt? Het harnas wat hij aan heeft, druk hem helemaal tussen de benen omhoog. Maar is hij niet de broek van Jaden aangetrokken? Dat is... ja. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Laat ik even een maatje nakijken. Oh, heel goed jong. Je bent al ver, dat straks. Je kan het. Heel goed, jong. Jason, je kan het. Papa gelooft in jou.
Ik ben trots op jou. Touwtje vastpakken, ja, goed zo. Dan kun je evenwicht mee bewaren, goed zo. En nou omlaag, goed juist. Zo Jason. Zie je wel dat je lukt? Kijk goed power. Als je maar doorzet, dan kom je waar je wezen wil. En dan mag je naam duik naar beneden gemaakt op de hoogste niveau. Ready! Dan blijf je nou staan, ik ben niet goed uitzien. Ja! Ja, daar doen we het meisje. Oké, baas, wat gaan we doen vandaag? Naar de McDonald's. Naar de McDonald's, nou pak de fiets maar dan. Nee, we gaan met de auto. Willen jullie met de auto? Ja! Oké, nou dan gaan we met de auto. Yeah. Gaan we wel door de McDrive? Dan moet je aan de baas vragen. Ja. Oké, nou jongens, we gaan door de McDrive. Kijk eens, chef, de drive. Dan voor een Happy Meal met een hamburger voor een meisje. Wie is dat meisje? Kip Nuggets van Twente. Ja, ja. Jeetje, dat is als je kind de baas laat spelen. Moet zien wat er allemaal besteld is. Het is niet normaal. Een pak cola, mandarijntjes bij de Mac. En zakken vol milkshake, ja. Happy Meals van alles. Nou, niet van alles, dan niet de maan. Nee, de maan zit er niet tussen, nee. Zijn die smaken, denk je? Ik denk het. Ja? Je maakt het hoog en de lucht en je kunt het maar helemaal niet pakken. Nee, dat klopt. Die is te groot. Je zit helemaal op de wereld, dan lijkt net als de maan klein is, maar hij is groot. Dat heb je heel goed gezien, want hij zo ver weg is, hè? Dan lijkt hij klein, maar hij is hartstikke groot. Pluto is het kleinste planeet van het hele... Hele hal. Nee, van het hele ruimte. Ja, serieus? Ja. Wat? Ik had nooit geweten dat Pluto de kleinste planeet. Andere planeten zijn we zo. Of zo. Ja. Maar Pluto is gewoon zo. Nou joh, nou weer wat geleerd. Hebben jullie het allemaal besteld, Celicia? Ja. Wat moet je er allemaal mee dan? Wat moet je met 3 Happy Meals? Deze, het middelste is van Jaden. Ah, oh, wat lief van jou. Denk je toch ook nog aan Jaden? Heb je ook wat gekregen dan, Jason? Ja. Wat dan? Mac croquette en een Happy Meal. Ik zie het. Nou, ik zou zeggen smakelijk eten, want zometeen komt Jadentje thuis. En is Jelisha niet meer de baas. Dus we gaan het afsluiten. Ik zou zeggen... Vond het een leuke video? Deel onderweg. Die video. Kijk je allemaal thuis te zien. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yummy. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.